Transistor. Ja, ik zoek het woord transistor. Wat van jou? Nee, oh, toch. Transistor, heel goed. Wat is die transistor? Transistor is een soort schakeling. Ja? Waarbij met een extra bron van stroom op toegevoegd, waardoor ze als een soort versterken. Juist. En kan in een transistor de stroom één kant uit of twee kanten uit? Oké. In elektronica gebruiken wij slimmigheidjes om stroom een bepaalde kant uit te sturen. En om met een klein stroompje een groot stroom aan te sturen. Dat kunnen we hier ook. Die celletjes die zitten niet aan elkaar om te voorkomen dat het een elektrische puinhoop wordt. En om een mechanisme in de handen te hebben wat de stroom een bepaalde kant uit stuurt. Oké, daarvoor ga ik dit even vergroten. De truc is namelijk, die cellen zitten niet aan elkaar. Er zit een spleetje tussen. De synaptische spleet. Jullie hebben het kennelijk gehad. En dat is een systeem wat min of meer als een diode werkt. Want we zien dat in deze cel, die aanvoerende cel in dit geval, dat daar bepaalde moleculen worden gemaakt en in glaasjes opgeslagen. Wacht even, ik heb het neurotransmitters. Heel goed. Ja. Dat zijn moleculen die wij neurotransmitters noemen. En de grap is, als ik dus hier zo'n elektrische puls aandien, zo'n ompoling van die natrium kalium, en die komt hier aan het einde aan, dan leidt dat tot het leegmaken van die blaasjes. De inhoud wordt hier in de synaptische spleet gekieperd en wordt aan de overkant gelezen. Want er zitten in deze membraan receptoren voor. Zo, waar de neurotransmitter in past. Hoppakee. En als dat past, als dat, ja, zo klaar. Als dat klikt, dan leidt dat weer tot een verstoring in deze celmembraan. Hé, de stroom is de sloot over. Snap je dat? De stroom is de sloot over. Maar dan kun je onmiddellijk snappen dat hij niet de andere kant uit kan. Dat kan niet, want die moleculen worden alleen links gemaakt en rechts gelezen en niet andersom. Ideaal. Geen kortsluiting meer. Gaat één kant uit. En je kunt dus hier die stroom gaan vertakken over allerlei rekenschema's die daar zijn geprogrammeerd. Hey, er moeten wel mooie rekenschema's liggen. Dat wel. En dat is nou de kunst van je eerste 20 levensjaren, om die rekenschema's netjes te leggen. Al die celletjes, je ook zo, al die celletjes met al die uitlopertjes op de goede manier aan elkaar, dat moet je wel hebben gemaakt. En weet je dat maakt? Doordat je vader en je moeder je vroeger hebben voorgelezen uit boekjes. En doordat je naar de televisie kijkt, doordat je naar de meester luistert zoals nu, doordat je boekjes leest zelf, daardoor construeer je, tot op zekere hoogte, je eigen rekennetwerk. We komen er steeds meer achter dat dit voor een belangrijk stuk aan te sturen is. Dat neemt soms al enge vormen aan zelfs, dat ouders dus hun kinderen gewoon op die manier helemaal menen te kunnen programmeren bijna. Maar het is zeker waar dat dit invloed is. Weet je wel. Hoe vormen die synapses, die tienduizenden synapsen, hoe weet je zelf waar ze dat heen moeten, waar ze de hele stroom zo heen moeten? Dat weet je niet. Dat ligt vast in de structuur, in de hardware. En mijn vorige zinnen waren juist dat je die hardware in je leven opbouwt. Kan je die rekenschema's ook? Is dat nou bijvoorbeeld wat je geniet met alcohol? Ja, precies. Je moet je voorstellen dat je iedere dag in je leven veel hersencellen verliest. Je hebt van 10 tot de macht 12 bij je geboorte, 100.000 jaar. Je verliest elke dag zenuwcellen, en dat is maar goed ook. Want je kunt op die manier je rekensommen, als het ware, rationaliseren. Door het overtollige weg te gooien. Maar, als je die hersenen kapot zuigt, dan maak je zoveel van die cellen kapot, dat je op een gegeven moment inderdaad gewoon dus je intelligente stuk gaat oplossen. Dat kan. Daar moet je wel even serieus voor zijn, want Nederlandse jongeren zijn de grootste zuigplaat ter wereld. En er zijn steeds meer, serieus, er zijn steeds meer jongeren die hun hersens kapot zuigen. En weet je dat?
Weet je dat? Ik heb niet zo'n blazing aan. Hoe heet de ziekte? Korsakoff. Hij weet het. Korsakoff. Goed zo. Pas dan mee op, hoor. Want dat is precies wat er gespeeld. Ja, die had ook gevraagd. Ja, die deur, want ik ben dus tot ze maar raad je op het gebruik op? Nou, bij normaal gebruik niet. Nee. Want het grappige is dat dat spul gerecycled wordt. Ah. Ja. Dat is heel mooi. Houd op. Het is wel zo, dat is wel bij een aantal ziektes, dus hier verstoringen optreden. Kennen jullie een ziektebeeld waarbij je hersenen in een bepaald gebied zeer onvoldoende van zo'n neurotransmitter maken? Het is een vrij bekende ziekte. Niet altijd, Parkinson doen. Parkinson. Parkinson is een ziekte waarbij dus de aansturing van het spierstelsel niet goed lukt. Mensen kunnen hun spieren niet goed aansturen. En dat komt omdat in de rekengebieden hierboven dopamine ontbreekt in goede hoeveelheden. Dat is het probleem. En ze zijn nu druk aan het sleutelen aan de oplossing van dit probleem. Ze krijgen het langzaam in de vingers. Maar dat is een toepassing. Dat is juist. Ja, maar goed. Nee, dat is misverstand. Het grootste deel van je hersenen bestaat niet uit zenuwcellen, maar uit steunende cellen, zogenaamde glia-cellen. Ja, daar bestaat ook een hersentumor niet. Mensen denken dat je dan een tumor kunt krijgen aan je zenuwcellen, maar dat kan helemaal niet. Dat is een helemaal andere cel. Nee, ik ga het nu uitleggen. Dames en heren, tot zover.